Nou, goedemorgen, welkom bij weer een nieuwe video. Vandaag gaan we lekker relaxed vissen. Een beetje een paar stekjes afvissen, kijken wat we kunnen vangen. Oh, oh, oh. Relaxed vissen? Ik denk dat we allemaal wel weten dat jij je vissen wel weet te vangen. Dus we gaan het vandaag wat moeilijker maken voor u. Nou, lekker dan. We hebben een opdracht voor u. Je moet één vis vangen op topwater, één in de middelste waterkolom en één van op de bodem. Ja. Drie verschillende soorten en je mag maar drie verschillende aasjes kiezen hiervoor. Ja hoor, denk ik even lekker relaxed te vissen, dan krijg ik nog opdracht. Moet lukken. Dan ga ik nou voor snoek. Ik heb ook maar één aasje bij, dus dit wordt dan de middelste kolom. Kijken of we die kunnen afvinken, dan kijken we wel weer verder. Oké, succes. Nou, dankjewel. Eerste worp gaan we maken. Kut. Nou, dat was de snoek. Nou, balen. Ja, die heeft sowieso de haak gevoeld. Ik zag wel heel mooie kleine visjes wegspringen voor mijn sweeper. Zachte aanbeet. Maar... balen. Maar hopen dat er meer liggen. Kijken of we nog een aanbeet kunnen krijgen. Oh, dat was hij bijna al, hè? Bijna telt niet, hè? Bijna de eerste. Nou, ik heb voor de eerste stek sowieso voor snoek. Heb ik sweeper gekozen. Hij is gewoon mijn favorietje voor snoekvissen. Lekker actief voor in de zomer. Vis je ook vrij ondiep. En dat werkt wel. Nu ook weer, maar dan moeten ze wel blijven hangen. Nou ja. Nou, we zijn een heel stuk van het water afgelopen. Nog steeds op het eerste stukje één aanbeet gehad. Dat is wel een grote vis volgens mij. Volgens mij heeft hij ook de haak een beetje gevoeld. Een beetje geluk pakt hij hem dadelijk nog. Maar we hebben natuurlijk ook nog plan B qua snoek. Een aantal andere stekken hier in de buurt. Dus ik heb er wel vertrouwen in dat we er een gaan vangen. Om in ieder geval één aasje al af te tikken. Idealistisch zou ik daarna voor baars gaan. Ik denk dat het een beetje onmogelijk wordt om een snoekbaars op topwater te vangen. Dus ik denk dat dat mijn beste optie is. Dan, wanneer we die hebben, kunnen we voor snoekbaars met een shed dicht bij de bodem. Maar nu nog steeds focus op snoek. Ik had er stiekem al eentje verwacht, maar blijf vissen. Blijven gewoon doorgaan.
Hier zwemt een karpertje. Met mijn aasnauw zat hij. Kleintje spiegeltje volgens mij. Dus die zitten er ook. Dat is ook iets hoor. Ja. Vals verhaal. Drie soorten hè. Dan pak ik op deze pak ik een brasem. Dan pak ik daar op de shed over de bodem pak ik die karper. Zijn we klaar. Alleen nog die baars op top worden. Nee, dan vang ik gewoon een meeuw of zo. Dat is ook een soort. Klaar. Goed gevist, Thijs. Nou, er staat, normaal staat er hier bijna geen wier. Maar dit jaar op de een of andere reden staan er heel veel waterplanten. Dus ik had misschien beter een keuze kunnen maken om een spinner beter aan te doen. Maar ja, ik heb deze al gekozen. Dus ik moet het er maar mee doen. En dan zoeken we gewoon een ander plekje op. We gaan er even proberen bij de eerste stek waar ik die vis miste. Heel misschien pakt hij hem nog, of een andere vis. Er liggen er altijd wel een paar daar. Hopen op die eerste snoek, zodat we verder kunnen. Nou, eigenlijk een beetje tijd voor doen hier. Heel veel brasem, heel veel karper gezien. Wat mooie hazen zien spelen. Dus ja, qua natuur was er genoeg te beleven. Maar die snoeken die dachten er anders over. Die wilden niet echt. Dus ik denk dat de beste optie nou is om voor baars te gaan. En dan later weer terug te stappen naar snoek. Misschien als laatste. Beetje spannend houden. Dus dat gaan we nou doen. Vandaar de rivier toe. Een mooie stenen kant. Waar je wel eens baars op topwallen kan vangen. Kijken of die er wat meer zin in hebben. Nou, ik had me natuurlijk niet voorbereid dat ik met topwadders zou moeten gaan vissen vandaag. Ze liggen nog thuis, zag ik. Dus moeten we even langs. Dus nu onderweg eventjes nog eens een poldersloot afvissen voor snoek. Toch even die kans meepakken. Ziet er goed uit. Goeie kans dat er hier al eentje zit. Ik hoop het in ieder geval. Nou, wederom niks. Dus even topwallers halen en kijken voor een baars. Nou, snoeken niet gelukt. We gaan nou voor baars kijken. Topwaller. Striking aasje. Dit is de Sexy Dog Junior volgens mij. Mooi rapeltje. Ik ga even een lange stenen kant uitgooien waar vaak baars zit. Waar ze ook wel op topwaller komen. Dus kijken of we mooi kunnen pakken. Misschien nog een roofblij, wie weet. Dat is ook weer een soort op een aasje dan. Dat is niet goed. Nou, tijdens het werpen brak mijn lijn. Ja, iedereen kent het wel als je met een reel werpt. Gaat het werpen af en toe niet zo heel soepel. Er zat een beetje wind. Dus mijn lijn brak. Maar gelukkig drijft hij.
heb ik hem gewoon weer terug. Nou, 5 minuten verder. Eentje zoals je zelden hebt. Maar probeer met de haak een beetje de lijn uit elkaar te krijgen. Dan blijft toch altijd achter lusjes hangen. Kun je met een haak kun je net wat beter de lijn pakken. Kijk. Komt die beetje bij beetje komt die los. Het is echt een hopeloos geval, hè, dit. Het is gelukt. Bloed, zweet en tranen. Vooral tranen. Hij is er. Pak maar, nu. Zo'n lekker natuurlijk ding met de ratel. Heb je ooit een aasvisje gezien met een ratel? Toevallig? Normaal heb je echt wel iets voor actie, man. Raar. Pak hem. Doe maar. Nee, ik denk het ook niet. Nou, een verrassing. Wederom niks. Dus we gaan even snel hier een paar plekjes af en echt meters maken. Veel verschillende wateren, verschillende stekjes afvissen. Kijken of we ergens een plek kunnen vinden waar vis actief is. Zodat we de dag nog een beetje kunnen redden, want dit schiet natuurlijk niet op. Dus volgende stekjes dichtbij. Even kijken of het daar iets ligt. En zak de moed nog niet in de schoenen. Ja. Zeker wel. Ik kreeg net met een heel klein setje ben ik aan het gooien. Ik kreeg een heel licht aanbeetje, ik denk van de snoekbaars. Maar die snoek vanochtend pakte hem ook al heel af. Dus. En dat is ook meteen uw derde aassoort. Ja, het is echt. Het is janken vandaag, maar hoort er helaas ook bij. Maar ja, de aanhouder wint zeker. Ik hoop het. Soms ook niet. We gaan hier vandaag vanuit Van Wel. Ja. Nou, het is aardig warm. We hebben even een korte broek aangedaan. Nieuwe stek,
nou, eigenlijk zonder verwachtingen een beetje relaxed gaan zitten. Het onmogelijke is gebeurd. Ik heb een baars. Hier beneden heb je hem. Het is best een mooie. Ik denk wel een 40er. Dus we lopen even naar beneden. Nou, daar is hij. Ik verwacht die normale snoekbaars, dus ik had er een grote slik finesse aan gedaan. Maar dan gaf deze ook niks om. Maar nou is wel mijn hele voorgorde omzeep, want ik wil eigenlijk baars op topwadder. Snoekbaars op de shed. En snoek gewoon op de sweeper. Maar vandaag is mijn dag niet, dus ik ben er blij mee. Ik denk dat hij net geen 40 centimeter is. Mooie donkere vis. Mag hij weer vrij? Kijk, het is een echte baars. Zie jij dat? Kijk, hij heeft die kenmerkende zwarte vlek. Waar je ze in de rug vindt. Kijk, top. Nou, de moed was al in de schoenen gezakt. Dus ik zit hier lekker relaxed op een muurtje. En ik ving gewoon onverwachts een baars. Nee, onverwachts. Ik ving een baars. En de worp daarna kreeg ik ook nog een aanbeet. Dus we hebben weer iets van hoop. Of dat we de challenge gaan halen, dat is nog wel de vraag. Ik wil natuurlijk snoekbaars op de chat vangen. Geen baars. Maar ik heb vis gevangen. Ik heb aanbeten gehad. Dus het is sowieso al een stuk beter dan voorheen. Maar we gaan in ieder geval nog even door. Deze stek eerst even goed uitkammen. Mooi baars weer. Vis nummer 2, wel weer dezelfde soort, mooi baars, ik denk ongeveer wel dezelfde lengte, misschien iets langer. Maar ja, het is voor de challenge is het niks bijzonders weer. Maar ja, we hebben een aanbeet, een mooie vis, daar ben ik blij mee. Jawel. Dik ook. Nou, een nieuwe stek. We zijn even de stad ingedoken en tweede worp. We willen eigenlijk weer snoekbaars, maar blijkbaar willen de baarsen vandaag alleen maar bijten. Slik finesse. Kleinste versie. 3,5 gram loodkopje. Nou, dit is toch wel een hele beste voor in de stad. Ik denk dat die een centimetertje of 47 is. Hele oude, dunne vis. Ja, dit is een echt prachtige vis om zo te vangen. Even een fotootje maken en dan snel terugzetten. Nou, een prachtige vis. Hele oude vis. Moet je heel voorzichtig op zijn. Kun je niet heel veel mee hebben. Kijk. Gaat-ie. Lekker op zijn gemak.
bejaarde baars, hè. Top. Hard hoor, dit is hard hoor. Mooi hè? Nou, stad ingaan loont dus toch. Drie baarzen nu. En uiteindelijk één snoek op de manier hoe we wilden. Op de jerkbait, op de sweeper is het. Pakte hem twee keer. Ze had maar net gehaakt. Nou, mooie vis. Ik heb hem al een tijdje boven water. De jongens hier, die wilde even zijn tanden zien. Kijk, gaat hij weer. Ook een snoekbaars en een vis op topwadder. Het kan, maar ik hoop dat het lukt. Ik ben er niet zeker van. Maar het gaat eindelijk een beetje zoals we hoopten. Dus we gaan nog een klein uurtje door, even kijken. Het kan. Naar een andere stek, ook in de stad. We willen nog een snoekbaars vangen op de chat. En ja, we hebben net even de regels nagekeken van vanmorgen. Dus een vis op topwadder. Dus een roofblij zou ook mogen. Dus daarom zijn we hier. Mooie stroming. Zit vaak roofblij. Ik zag er al eentje jagen op het kleine speltaas. Dus nou maar hopen dat ze deze ook pakken. Jaagt er weer heen. Ik was hier laatst een keertje 's avonds, afgelopen weekend. En toen zag je echt een groep van 20 roofblijen heel rustig op de speltaas azen. Nou, die ik nu zag waren iets actiever dus. Dat zou wel kunnen denk ik. Wie weet. Nou, het zit erop. Ik heb nog een aanbeet gemist, want ik denk een snoekbaars. Roofblij was aan het jagen. Had misschien gekund, maar ja, dan tellen we de baars toch op de chat. Dan heb ik hem toch 2/3 gehaald. Ja, beetje, maar toch niet geslaagd. Toch niet geslaagd, een beetje teleurgesteld. Maar als jullie dit nou leuk vonden en misschien nog een andere challenge hebben, of je zegt van doe deze keer over, laat het even weten in de comments. Dan kunnen wij daarmee aan de slag. En dan zien jullie snel weer een paar mooie video's. Nou, de stomste worp zei hè. Op de stomste worp vang je vis, zeggen Maarten en ik tegen elkaar. Dus ik ga nu even een vangen. Ah, helaas. Goeie worp.
wat een vangst.